MLV halen in Libanon, dat is wel even moeilijker dan in Nederland. Niet alleen omdat daar een ander klimaat heerst dan hier, maar ook omdat er geïmproviseerd moet worden, zoals bij het touwklimmen. Oké, laat me vallen hoor. En dan valt die boom op je hoofd. Dat gebeurt ook wel eens namelijk, hè. Dan zeggen ze, ik zal hem een zwieper geven en dan hoor je hem zo naar boven toe. Ja? Niet goed dus. Bij de meeste posten zijn verspringbakken uitgegraven in de harde bodem, zodat ook dit onderdeel zonder blessures kan verlopen. Helaas, die tweede poging, die rijdt het niet mee, hè? Het recreatief sporten behoort ook tot de mogelijkheden. Dafduwen, een typisch Nederlandse sport, wordt hier in Kafra ook door de bewoners beoefend tijdens een gezamenlijke sportdag. Evenals de helmenrace. Het drankje na afloop van de strijd gaat er bij iedereen vlot in. Ook al kost het openen soms wat moeite. Zondag in Harris. Op El Yatoun wordt aan het kleurenschema gewerkt. Terwijl de dominee op een van de buitenposten een dienst houdt, heeft de almoezenier in Harris zijn kerk helemaal vol. En u naam opmaken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen. Maar die u vervloeken, zal ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Toen trok Abraham weg, zoals de Heer hem had gezegd. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zij die 's nachts gewerkt hebben, komen tegen de middag uit bed en gaan zich wassen. Deze man doet het helemaal goed. Eerst de kraan uit, dan afdrogen. Want water is kostbaar en moet iedere dag worden aangevoerd uit een waterput in de buurt van Kana. Dit transport dat iedere dag doorgaat, wordt verricht door de mannen van de WAVO, de watervoorziening. Zij zijn het die ervoor zorgen dat de Rotaplast watertank op uw post voorzien is van schoon water.
Heel ander water vinden we in de Middellandse Zee, hier in Tel Aviv. Wilt u dat ook eens bekijken? Dan eerst naar het reisbureau. Goed, u zei wel duiken in een lat. Nou, dat kan. Dat is heel goed mogelijk. Ik heb hier een inschrijfformulier. Dat moet je direct even meenemen. Dan moet je gewoon rustig even de brief hebben invullen. Er is één probleempje bij. Als je op zondag gaat naar Israël, dan moet je meteen dezelfde dag nog door, omdat al die cursussen op maandag beginnen. Ja. Met het vliegtuig is dat $110. Wanneer je met de bus gaat, is dat heel goedkoop, $8 enkele reis. Wat was het verschil van tijd met de reizen? Nou, het zal een uur vliegen zijn. We gaan om het uur vanuit Tel Aviv vliegtuigen naar Eilat. Met de bus is het wel gauw een uur of 5, 6. Dat is een lange busrit. Waar vandaan vertrek je van Tel Aviv met de bus? Vanaf het centrale busstation. Dat is heel makkelijk. Je houdt gewoon een taxi aan en je springt erin. En voor een paar dollar dan rijden ze je daarheen. Dat is geen enkel punt. Voordat je je kan wentelen in het zilte nat of voor een paar dagen naar Nederland vertrekt, wordt de bagage gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. Vindt u het vervelend dat alle pakjes worden opengemaakt, laat deze dan van tevoren controleren en verzegelen. Ja, we kijken wel even. Dat mag ook in het deel van de verlofgangers reist via Beirut en maakt daar kennis met de zeden en gewoonten van de Arabische bevolking. Andere reizen naar of via Israël. De grens wordt, na een zeer grondige controle, lopend gepasseerd. Aan de andere kant wordt u opgewacht door mensen van het Hollandhuis en met een bus naar Tel Aviv gebracht. Daar wordt u afgezet bij het Ramada Hotel, waar op de 10e verdieping het Hollandhuis is gevestigd. In dit Hollandhuis daar proberen we dus een huiselijke kring te kweken voor onze militair. Daar proberen we dus ook een Hollands kopje koffie te maken. Daarnaast hebben we ook nog frisdrankje en een pilsje. Dit proberen we ook dus tegen zo redelijk mogelijk prijs te handhaven. Helaas hebben we ook onze verplichtingen ten opzichte van het hotel. Dus we moeten wel inkomstprijzen blijven berekenen. Als de jongens hier komen, dan boeken ze meestal voor reizen naar Egypte, Sinaï, Eilat. En dan gaan ze daar naartoe. En dan zitten ze natuurlijk met hun spullen van legerschoenen, uniformen, petten, paspoorten, wat makkelijk te vriezen is. Nou, biedt het Hollandhuis de gelegenheid dat ze dat in de kast kunnen ophangen. En de schoenen moeten van armoe in de badkuip daar de kast iets te klein is om al de schoenen te herbergen, want het loopt wel eens op tot 30 uniformen. Dat betekent ook 30 paar hoge schoenen. Er zijn ook militairen die hier blijven en die maken dan meestal wel wat dagtours.
een dag naar Jeruzalem. Sommigen op eigen gelegenheid. Sommigen die doen het gewoon met een tour. Op weg van en naar Israël komt u langs Nakura, waar het hoofdkwartier van UNIFIL is. Van hieruit heeft men een rechtstreekse verbinding met het hoofdgebouw van de Verenigde Naties in New York. Ook hier een aantal Nederlandse militairen, te midden van vele andere nationaliteiten. Het UNIFIL hoofdkwartier is in de loop der jaren uitgegroeid tot een dorp van geprefabriceerde onderkomens. Met links van het hoofdgebouw de logistieke afdeling, rechts achterin het veldhospitaal en vlak daarvoor de helikoptergroep. De helikopter wordt in Libanon gebruikt voor het vervoer van personen, de post en eventuele gewonden. Nabij Haris is een landingsplaats gemaakt, vanwaar in noodgevallen patiënten met spoed naar het hospitaal in Nakura kunnen worden vervoerd. Hoewel de BHP in eerste instantie is ingericht voor de behandeling van militair personeel, wordt er ook druk gebruik van gemaakt door de burgerbevolking, waarvoor elke middag een spreekuur wordt gehouden. Ja, wat gaat verder? Maar Lars. To take a deep breath then. Not fast about it. Not fast. Van het medisch personeel worden vaak wonderen verwacht. Zoals hier. Een oude man vraagt via een Engels sprekende plaatsgenoot aan de dokter of hij hem wil opereren. Kan hebben dus je vrouw niet zo die veel geleden nu. Dan ook. De enterse keer. En de lachmogel. Ja, we. Chirurgische ingrepen worden echter altijd in Nakura of Haifa verricht. Veel improvisaties, ontberingen en problemen. Geen gemakkelijke opdracht voor de UNIFIL-troepen, maar toch zorgen zij voor betrekkelijke rust in het land. Een taak die de moeite waard is.